Beste mensen, welkom bij het Politieke Vlog. Vandaag vooral welkom aan alle dames van Zeist. Dames van Zeist, ik wil het met jullie hebben in deze vlog over de gemeenteraad. Want er zitten in de gemeenteraad te weinig vrouwen. We zijn nu ongeveer halverwege. De verkiezingen waren in maart 2018. Volgende verkiezingen zijn in maart 2022. Dus we zijn nu halverwege. En dat betekent dat alle partijen voorzichtig een beetje vooruit gaan kijken. Van, nou, met welke thema's gaan we de verkiezingen in? Maar ook met welke mensen. Want je hebt een lijst nodig met kandidaten om de verkiezingen in te gaan. En je hebt altijd nieuwe mensen nodig. Hè? Er zijn raadsleden die stoppen. Je hoopt soms, kijk, wij hopen bijvoorbeeld wel 1 of 2 zetels te groeien. Dus je hebt nieuwe mensen nodig om de nieuwe gemeenteraad vanaf 2022 te versterken. En daar moet je nu vast een beetje aan gaan werven. Zodat die mensen zich ook voor kunnen bereiden. En in de gemeenteraad, zei ik al, zitten nu te weinig vrouwen. Eigenlijk wil je dat de gemeenteraad een afspiegeling is van je hele gemeente. Nou, een afspiegeling kan je op veel verschillende manieren doen. Maar ik wil het nu even hebben over het aantal vrouwen in de raad. Kijk, bij GroenLinks valt het nog wel mee. We hebben 7 raadsleden, 2 buitengewoon raadsleden en een wethouder. Samen 10 politici. Daarvan zijn er 4 vrouw en 6 man. Dat is, nou, 5 om 5 zou beter geweest zijn, maar dat is nog redelijk in evenwicht. Als je kijkt naar de hele gemeenteraad, 33 zetels, daarvan zijn er 25 man en 8 vrouw. Dus maar een kwart van de gemeenteraadsleden hier, of nog niet eens een kwart, is vrouw. Het college, burgemeester en wethouders, ook maar 1 vrouw. Onze eigen Laura Hoogstraten van GroenLinks. En, dus dat is veel te weinig. Hè? Sterker nog, 4 van de 10 partijen in de gemeenteraad hebben geen enkele vrouw in hun fractie. Alleen maar mannen. En dat moet anders. En volgende week is het Internationale Vrouwendag. En het leek de raad, hè, niet alleen GroenLinks, maar de hele raad, een goed idee om in dat kader een workshop te doen over vrouw in de raad. Dus als jij het interessant vindt om de lokale politiek een beetje te volgen. Als jij je afvraagt, wat is dat eigenlijk, gemeentepolitiek? Hoe werkt dat? Wat betekent dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Wil je een keer komen snuffelen? Dan kun je, Internationale Vrouwendag is eigenlijk 8 maart, maar dat is een zondag, dat was niet zo praktisch. Dus de dag daarna, maandag 9 maart, 19:30 s'avonds langskomen, is hier een workshop voor vrouwen die interesse hebben in de gemeentepolitiek en overwegen of eens meer willen weten om zich misschien in 2022 verkiesbaar te stellen. En het zou heel goed zijn als jij ook kwam. Vrijblijvend, je zit nergens aan vast. Er zullen hier vrouwen van verschillende politieke partijen zijn, voor zover ze die hebben, om in het gesprek in te gaan. Je hoeft dus niet lid te zijn van GroenLinks, mag wel. Maar andere partijen hebben het minstens zo hard nodig. Maar ook als je helemaal niet bij een partij hoort, als je nog zwevend bent of ongebonden, dan ben je welkom om hier eens je te oriënteren op wat is nou de gemeenteraad eigenlijk, wat houdt het in, wat stelt het voor, wat betekent het. En nou ja, wellicht dat je daardoor enthousiast wordt en je op een gegeven moment gaat overwegen je verkiesbaar te stellen. Nou, op dat moment zul je je wel aan moeten sluiten bij een politieke partij, maar dat is voor later zorg. Dus maandag 9 maart, 19:30 s'avonds, hier in de gemeenteraad. Ik zal er niet zijn, ik ben man, maar vrouwelijke collega's van mij, Ans Perenboom, Rashida en Hachi, die zijn er met mensen van andere partijen om jou te woord te staan over wat het inhoudt om in de gemeenteraad te zitten. Grijp je kans, kom langs, doen, zou ik zeggen. Tot zover deze vlog.